Ryan, gefeliciteerd met de 4-1 overwinning. Wat voor wedstrijd was dit? Ja, het was eigenlijk wel een goede wedstrijd vanuit onze kant. We hielden goed druk op en we scoorden vroeg en daarna scoorden we de tweede. Dus het liep allemaal wel lekker in de rust. Voelde gewoon goed. Uiteindelijk werd het 3-0, 3-1. Toen werd het misschien nog een beetje spannend en 4-1 en toen was het wel klaar. Waren jullie zoveel beter? Vond je dat zelf, dat jullie zoveel beter waren? Ja, ik vond het zelf wel omdat we vaak veel tweede ballen wonnen en heel erg agressief waren in de duels. Dus ik vind wel dat we de betere partij waren vandaag. Hadden jullie dat van tevoren ook afgesproken, dat jullie extra agressief waren vandaag? Ja, gewoon lekker hoog druk, hun lekker onder druk zetten. Daar houden ze niet van, dus dat was wel ons doel en dat is ook uiteindelijk gelukt. En dit is natuurlijk een derby die je hebt gewonnen. Hoe belangrijk is dat ook voor jullie als spelersgroep? Ja, het is lekker altijd een derby winnen. Er komt veel bij kijken, meer stress, meer spanning. En het is mooi voor de supporters die mee zijn gekomen reizen en ook voor de mensen uit Arnhem dat we deze derby hebben gewonnen. Zijn dit de leukste wedstrijden om te spelen? Ja, zeker, zeker, zeker. Vooral hier in dit stadion met die sfeer van al die fans. Het is lekker om te spelen. Echt een mooie momenten, ja. En de 4-1 maakte jij natuurlijk. Wat gebeurde er precies bij jouw goal? Ik kon niet helemaal goed zien. Volgens mij was het een voorzet. En daarna kwam ik inlopen en toen kwam die bal volgens mij in mijn buik. En daarna viel die bal stil en tikte ik hem erin. Hoeveelste goal was dit van jou ook alweer dit seizoen? Dat is mijn derde. Nou ja, dan ben je lekker bezig toch? Ja, gaat goed, gaat goed. Wat vind je van je eigen seizoen tot nu toe? Ja, mooi seizoen. Mindere fases, goede fases. Maar het gaat wel goed. En nu ben ik weer op mijn top. Volgend seizoen nog een jaartje hier? Of, Ja, dat ligt aan Vitesse. Ik sta ervoor open en ik wacht gewoon op antwoord van Vitesse. Dankjewel Ryan, succes nog dit seizoen.